zijn in 1998 officieel begonnen met de zorgboerderij. En eigenlijk in 1996 met het idee. Ik heb zelf altijd in de zorg gewerkt. En Jozef was boer. Ik woonde hier op de boerderij. En ik nam wel eens mensen mee naar huis. Gewoon als we jonge kuikentjes hadden of jonge lammetjes. En dan merkte ik gewoon van, goh, dat spreekt wel aan. En eigenlijk is, toen was net de eerste zorgboerderij een beetje in opkomst elders in het land. En zo is het idee ontstaan. En in 98, dus nu 21 jaar geleden, zijn we begonnen. Nou, hier maken we dus de nestkastjes. Deze zijn voor de koolmeesjes. Die hebben wij in opdracht van de gemeente gehad. En die hangen op het Vuurwerk en de Westsingel. Die zijn voor de processierupsen. Die koolmeesjes die vreden die processierupsen op. Dus dat zijn deze kastjes. Deze kastjes die hangen we in een fruitboom. Daar gaat de oorworm in. En die gaat samen bij schemer gaat die naar buiten toe en die eet alle rupsen uit de appelbomen en uit de perenbomen. Hier wordt een beetje hooi in gedaan. En dan kruipen ze van de onderkant kruipen ze erin. En van de zijkant kunnen ze erin. Ja, en dan de deksel erop in en ze hangen ze gewoon in de boom. Waar bent u mee bezig? Ik ben het kleine boeketjes aan het maken voor de verkoop. Samen met een heleboel Patrick die nu bloemen aan het halen. Ja, maar dahlia's, hè? Dahlia's, maar ook chrysanten en alles wat in de tuin staat. Ja. Wat hier gebeurt. Ja. Ja. En ik ben blij dat er zo ontzettend veel belangstelling uit de samenleving voor is. Ja. Want wat hier, dat werk dat hier gebeurt is gewoon heel belangrijk. Ja. En dat realiseer je niet als je niet met eigen ogen ziet. Dus daarom is het heel erg goed dat ze ook open dagen organiseren. Want dan zie je het allemaal van dichtbij. En ik zie hier alleen maar gelukkige mensen werken. En dat houdt het mooi. Ja. Een stuk of 20 hulpboeren die hier met heel veel plezier werken. En ik kan me dat ook voorstellen als je hier om je heen kijkt hoe mooi het hier is. Ja. Hoe fijn met dieren werken. En ik vind eerlijk gezegd, in een tijd dat boeren het moeilijk hebben, is het wel goed dat mensen uit de stad, uit het dorp, gewoon eens even komen kijken hoe belangrijk het is om met de natuur om te gaan.